Griffier Ruud de Wind heeft vandaag enorme waardering uitgesproken voor de ondersteuning en gewilligheid van het personeel en leden van de Nationale Assemblée. Tijdens de jaarafsluiting zei de Wind dat bij het kijken naar de voornemens het volgend jaar ook een productief jaar zal zijn. We hebben jullie allemaal jullie backing nodig, de familieleden van het personeel, als we hier tot heel laat vergaderen. Ik waardeer dat in jullie en ik wil het heel kort houden. Ik wil bedanken voor het afgelopen jaar, de bijdrage die jullie allemaal hebben geleverd aan het werk en ook de opofferingen die jullie allemaal hebben gedaan. Ik stel dat op van harte op prijs en ook we hopen dat we volgend jaar, ja, ik wil niet zeggen dat we het minder druk gaan hebben, want als jullie de vergadering hebben gevolgd gisteravond, hebben jullie gemerkt dat de president heeft gevraagd dat we 15 februari de begrotingen goedgekeurd hebben. Heb ik het goed, voorzitter? Ja, dus bereid u zich daarop voor. Assembleevoorzitter Marinus B. is van mening dat de Nationale Assemblée bijzonder productief is geweest. Niet alleen het personeel, maar de hele samenleving mag daarop met trots terugkijken. Onafrede, mijn taktum si langa, want ik vind ook dat mijn broek het trangen nog voor een jaar dit jaar. Nou, ik heb getraaid dat wang. We hebben nieuwe mensen aangetrokken, ja. Vanwege die nieuwe gebouwen van DNA moesten we mensen aantrekken. En dat is in totaal ongeveer 43. Natuurlijk hebben we mensen zien gaan. Anderen hebben gekozen voor andere uitdagingen. Wat dat betreft gaan we niemand hinderen. Ja? Mensen hebben een bepaalde traject uitgezet in hun leven en daar gaan we ze zeker in ondersteunen. Vaststaat dat het personeel werkzaam bij de Nationale Assemblée een verhoogde mate van verantwoordelijkheid en plichtsgevoel aan de dag dient te leggen. Omdat de voortgang van de werkzaamheden bij het hoogste college van staat ten alle tijde gegarandeerd dient te zijn. In zijn korte jaaroverzicht deelde B mee dat er zeker 43 personeelsleden in dienst zijn genomen. Er mag geen ontevredenheid zijn over de werkattitude van de leden en personeel van DNA, zegt B, die bijzonder veel waardering heeft voor de afdeling documentatie en informatievoorziening. In 2023 wordt de transformatie van DNA voortgezet.